Knap en goed gedaan. Waanzinnig gepresteerd de afgelopen maanden. Gesteund door jullie coaches. En nu is het zover. Hand in hand staan jullie hier als kameraden. En toch kan er maar één de winnaar zijn. En ook al gunnen jullie het elkaar van harte, je wil dat platencontract tekenen. Ik ga nu bekendmaken wie de winnares is van X-Factor 2009. Het platencontract wordt getekend door de winnares die de naam draagt, Lisa! Proberen we heel even bij Rachel te komen. Die ontzettend wordt geknuffeld. Wat is het een hechte ploeg geworden natuurlijk tijdens de live shows van de afgelopen weken. Lisa wordt helemaal bedolven. Ja. Onder iedereen, maar ze moet natuurlijk inderdaad heel goed, ze moet. Nog een keer zingen! Dat ik wel. Oh, lieverd. Kan je dat je er bent? Oh. Lieve dit... Rachel, wat heb je het geweldig gedaan. Ja. Ja. En wat heb je veel fans gemaakt. Ik zei vanavond tegen je, iedereen is van je gaan houden. En dat hopen we allemaal tot in lengte vandaag te blijven doen. Ja. Want jij hebt je naam definitief gevestigd. Echt ja. Eerlijk. Dat is wat je wilde, hè. Je wilde jezelf op de kaart zetten nog een keer om aan die carrière te beginnen. Dit lijkt voor nu een klein eindje, maar dat is het niet. Dit is het begin van Rachel. Ja. Absoluut. Dankjewel, schat. Dankjewel. En... Wil je nog iets zeggen, lieverd? Lisa, schatje. Oh, ik ben zo trots op jou. Ik struikel. Oh. Ze is ongelooflijk ver gekomen en ik weet zeker dat jij verder zult gaan. Hier houdt het niet op. Absoluut niet. Je hebt jezelf op de kaart gezet en mensen willen ook jou horen. En van je genieten. Oké, moppie. Dit was X-Factor 2009. Lisa is de winnares van vanavond. De terechte winnares, want jullie thuis hebben haar namelijk zelf verkozen tot winnares. En dat is hoe het werkt. Niemand die haar dat nog afpakt. En we hebben nog een winnaar. Iemand die gestemd heeft. De Fiat Grande Punto Edizione X. Die gaat naar Moesret Oral uit Alblasserdam. Ontzettend veel plezier met deze prachtige auto. Van harte. Zet hem op. Ja, schat. De trofee. En Erik. Oh. En Erik, ja, die krijgt er ook een. Ja, natuurlijk. Het is allemaal dankzij mij, Martijn. Ik geef hem niet aan Gordon, hoor. Yo, die is ik geef hem niet aan Gordon. Natuurlijk. Lieve Lisa, dit is jouw trofee. De winnares van X-Factor 2009. En ook Erik, ongelooflijk goed gedaan. Goed gesupport. Wil jij nog iets kwijt? Ja, ik wil gewoon echt iedereen heel erg bedanken voor het stemmen en voor het steunen. Mijn familie, mijn vrienden, iedereen hier achter de schermen. De juryleden, jou en Martijn en iedereen. En jullie ook vooral, echt. Oh. We gaan er een feestje van maken. Dan mag ik
onze jury bedanken voor de afgelopen maanden. Erik van Tijn, Stacey Rookhuizen, Angela Groothuizen en uiteraard ook Gordon in Moskou. Maar vooral alle deelnemers aan het programma, want dankzij hen is het echt een ongelofelijke, fantastische tijd geweest. De single van Lisa, Halleluja, is vanaf nu te downloaden via xfactor.nl. Heel erg bedankt voor het kijken. Volgende week, vanaf vrijdag, zijn Bo en Lieke er met Dancing with the Stars. Kijken dus. Jouw weekend begint hier op RTL 4. Bedankt en tot de volgende keer. X-Factor will return. Maar niet voordat Lisa haar single, haar nieuwe single, ten horen heeft gebracht. Lisa heeft volgens jullie de X-Factor. Dus hier is ze nog een keer. Halleluja met Lisa. I heard there was a secret code. The David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. She broke your throne and she cut your